Ik denk dat we allemaal hebben kunnen zien hoe de boerenprotesten zich de afgelopen maand of twee zich hebben ontvouwd. Het waren denk ik ook hele opmerkelijke protesten met duizenden trekkers op het Malieveld en de politie die heel galant deed en heel veel begrip vanuit de samenleving en de politiek. Het leek ze ook allemaal voor de wind te gaan, ze kwamen veel in het nieuws. En ik denk dat voor de klimaatbeweging ook een belangrijk onderwerp is om het hierover te hebben, want er komen heel veel dingen in samen. Ten eerste een technische discussie over stikstof en de impact van klimaatverandering op de voedselvoorziening, de rol van boeren in de klimaatbeweging en ook de invloed van extreemrechts op de protesten. Ik denk dat het goed is om te beginnen bij te kijken wat de protesten losmaakte bij verschillende linkse groepen en verschillende politieke partijen, zowel op links als rechts. En te beginnen bij de SP. Ik kreeg net dit in handen gedrukt van kameraad van Ron. Het is de Tribune, dus het blad van de SP. Een hele special over de stikstof en ook een aantal dingetjes over de landbouw. Maar tijdens de protesten hadden ze wel een redelijk standpunt van moeten de grote bedrijven die nu veel profiteren van deze landbouw, van dit landbouwsysteem, die moeten we aanpakken en de kleine boer mag er niet onder lijden. En ze publiceerden ook een klein filmpje waarin Frank Futselaar van de SP op bezoek ging bij een biologische boer om zo een beetje een alternatief te schetsen. Maar verder lijkt het niet echt een heel grote prioriteit voor hen te hebben. GroenLinks lijkt het wat dat betreft beter te doen, want die zijn samen met de PvdA en een aantal boerenorganisaties zoals de Nederlandse Akkerbouwvakbond en de Melkveehoudersvakbond zijn ze nu aan het proberen om in de Tweede Kamer meerderheid te krijgen om CETA te stoppen, het vrijhandelsverdrag met Canada. En dat zou denk ik voor de boeren ook een goede overwinning zijn, omdat er dan meer ruimte is om hier zelf het beleid te maken en niet meer aan die oneerlijke internationale concurrentie te voldoen. Dus ik denk dat hier de meeste potentie ligt bij parlementair links wat dat betreft. En vanuit de klimaatbeweging kwamen er ook verschillende reacties op de boerenprotesten. Ik denk dat er twee extremen waren eigenlijk. Aan de ene kant werd gedaan aan wat een boer laatst zei die ik sprak op het klimaatwerk. Die zei, ja, er werd alleen maar gedaan aan boerenbesje. Dus eigenlijk alle schuld van de hele huidige situatie bij de boeren leggen. En dat zij dit allemaal zo zouden hebben gedaan zonder te kijken naar in welke structuren zij opereren en hoe zij keuzes maken. Dus dat is één kant. En aan de andere kant werd er ook weer heel makkelijk gezegd van, we moeten nu meteen solidariteit gaan vertonen met deze boerenprotesten die nu opkomen. Ik denk dat hier wel heel veel nuances tussen te vinden zijn. En je ziet ook dat nu links niet echt een eenduidig verhaal heeft, dat extreemrechts wel heel erg sterk aan de deur klopt bij de boerenprotesten. Hiddema en Baudet die werden echt met groot applaus onthaald op het Malieveld en bij andere protesten. En extreemrechts probeert ook meer van onderop in die groep te interveneren door bijvoorbeeld meer te doen met die Farmers Defence Force, wat een onderdeel is van die protesten, wat eigenlijk een groep is die zegt van wij gaan de boeren beschermen tegen klimaatactivisten en tegen klimaatbeleid van links. En ze bedreigen ook politici die proberen op te komen voor een verkleining van de veestapel. Dan heb je nog de rechtse partijen zoals VVDA, CDA en SGP die traditioneel heel populair zijn onder boeren en die ook eigenlijk verantwoordelijk zijn voor het huidige beleid, omdat die de afgelopen 30 jaar hiervoor hebben gepusht. En zij zien huidige protesten, ja, zij spelen ook heel slim op in. Dat is ook eigenlijk heel sneu, maar zij zijn verantwoordelijk. Maar ze gebruikt eigenlijk als een stok om links mee te slaan en klimaatbeleid, elke vorm van klimaatbeleid en klimaatactivisten af te doen als slecht en schadelijk voor hun. Dus we moeten hier echt een verhaal over gaan ontwikkelen. En om dat aanzet voor te geven, zou ik een inleiding geven. En ik wil eigenlijk in twee delen opsplitsen. Het eerste deel meer theoretisch en een beetje geschiedenis van de landbouw aanstippen. Dus eerst een technische discussie over de stikstofcrisis, de algemene ontwikkeling van de landbouw in de afgelopen 200 jaar. En ook een beetje kijken naar wat Marx en Engels zeiden over de relatie met de natuur. En in het tweede deel wil ik inzoomen op de situatie van de Nederlandse landbouw. En ook de economische structuur daarvan en hoe we nu verder kunnen vanuit links. Dus laten we beginnen met die stikstofcrisis zelf. Ik denk dat het ook nog veel terug gaat komen in het klimaatdebat in de komende tijd. Je ziet ook al dat de bouwsector er nu ook mee aan het worstelen is. Misschien kunnen we daar later nog over hebben. Ik ben geen scheikundige of bioloog, maar ik zal proberen een gesimplificeerde uitleg te geven over wat die stikstof nou precies is. Het is een beetje een ondergeschoven kindje ook in het klimaatdebat. Naast CO2 waar heel veel nadruk op gelegd, maar stikstof is ook een belangrijk iets in de klimaatverandering wat ook door mensen veroorzaakt wordt. En op zichzelf is stikstof geen schadelijk gas, net zoals CO2. Het zit gewoon in de lucht, ook die we hier in deze ruimte inademen. 74% van de lucht bestaat uit stikstof. En een vorm van stikstof, reactieve stikstof, is essentieel voor alle leven op aarde. Want via enzymen in planten worden er eiwitten aangemaakt die zorgen dat planten groeien en die eten mensen weer. En daardoor kunnen zij ook hebben zij een energiebron en kunnen ze ook groeien, et cetera. En die overgang van stikstof uit de lucht, wat in planten wordt omgezet naar bruikbare stoffen, dat gaat al miljoenen jaren op natuurlijke wijze in de stikstofkringloop.
En daar wordt dus een deel uitgenomen uit de lucht en een deel weer teruggelegd en een deel wordt omgezet in energie. Maar net zoals dat bij CO2, dat op zich geen schadelijk gas is, is te veel ervan wel heel schadelijk. En je ziet dus nu dat er een toename is in stikstof en in reactieve stikstof. En reactieve stikstof, als daar meer van in de natuur terechtkomt, betekent het weliswaar dat er meer voedingsstoffen beschikbaar zijn. Maar dit zorgt vaak juist voor een verstoring van ecosystemen. Want de resten van stikstof die komen via de grond en het water en de lucht in dus de natuur terecht. En bijvoorbeeld daarvan hoe dat problemen op kan leveren, zie je dat er heel veel stikstof via de landbouw, de slootjes, rivieren, allemaal in de zee terechtkomt. En hier, bepaalde organismen gaan dus heel goed op zo'n hoeveelheid aan stikstof. En daardoor heb je bijvoorbeeld dat er hele stukken wateroppervlakte worden bedekt met algen. Dat zie je ook, als misschien loop je wel eens langs een slootje waar je heel veel groene blubber op het slootje... Sorry? Eutrofiering. Ja, eutrofiering is het inderdaad. Dat zie je op een slootje gewoon helemaal bedekt met algen. Dat zorgt ervoor dat er geen zonlicht meer op de bodem kan schijnen, waardoor het zeeleven dat daar behoefte aan heeft niet meer kan groeien. Of het waterleven in ieder geval. En de bacteriën die algen dan vervolgens weer afbreken, die nemen te veel zuurstof op, waardoor de hele zuurstofarme water ontstaat, waardoor leven ook niet meer kan groeien. En dat noemen ze ook wel dode zones. En als je ook kijkt naar waar die dode zones zich bevinden, als je kijkt naar een kaart van de wereld, dan zie je ook dat die zich bevinden voor de kust van de meest vervuilende gebieden, dus vooral in Europa en Noord-Amerika langs de kustlijnen waar het allemaal de zee in stroomt. En in de landbouw zijn er ook concrete voorbeelden te noemen van problemen die veroorzaakt worden door een toename van stikstof. Er verdwijnen bijvoorbeeld heel veel schimmels die in de bodem zaten, die kunnen niet tegen dat overschot aan stikstof. En die schimmels zijn heel belangrijk voor de uitwisseling van voedingsstoffen tussen bodem, bacteriën, planten, etc. En door het gebruik van kunstmest komt er ook ammoniak vrij, wat een soort van stikstofverbinding is. En die zorgt voor een verzuring van de landbouwgronden, waardoor andere stoffen, voedingsstoffen oplossen en wegspoelen. Dus eigenlijk die toename van stikstof is een enorme bedreiging voor ecosystemen, biodiversiteit en al het leven op aarde. En als je kijkt naar de uitstoot van stikstof in Nederland, dan is Nederland een vrij grote speler vanwege intensieve landbouw en ook vanwege het vele verkeer dat hier als zeg maar handelscentrum door het hele land loopt. 70% van de Nederlandse uitstoot van stikstof komt uit de landbouw en dat komt dan vooral dus door de veehouderij. De mest die dieren produceren, die bevat ammoniak en dat komt in de lucht terecht. En op de akkers, de kunstmest die wordt gebruikt, die komt in de grond terecht. Maar de situatie is niet altijd zo geweest zoals ik net al zei. Maar voor miljoenen jaren werkte die stikstofkringloop gewoon zoals die hoorde, op natuurlijke wijze. En dit was dan ook omdat die kringloop, ook al leefden mensen wel van het land en produceerden ze voedsel, die kringloop die was vooral heel lokaal gericht. Dus mensen produceren van het land, aten dat en dieren aten dat en die ontlasting kwam weer op de grond terecht. En zo ging dat miljoenen jaren gewoon door. Of in ieder geval de 12.000 jaar dat we land hebben, ging dat op een redelijk duurzame manier door. Maar de productiehouderverhoudingen veranderen natuurlijk. En met de opkomst van het kapitalisme werd het niet meer voor zelfvoorziening geproduceerd of voor een lokale markt. Maar werd er voor een mondiale markt voedsel geproduceerd. En vooral er werd voor winst geproduceerd. Dus er werd niet meer geproduceerd wat de mensen nodig hadden. Maar er werd eigenlijk veel meer geproduceerd dan nodig, omdat het verkocht kan worden. En geld te maken viel. En dat zien we ook nu bij de boeren, omdat ze winst willen maken of omdat ze bijvoorbeeld schulden af moeten lossen bij de bank, wordt steeds meer geproduceerd. Het is geen optie meer om een jaar een deel van de grond met rust te laten of de veestapel in te korten. Dus wat eigenlijk eerst de kringloop was van de stikstofkringloop, is nu een lineair proces geworden van voedsel en voedingsstoffen die van het land naar de stad of over de hele wereld verscheept worden en dat zorgt voor een verstoring van de kringloop en voor vervuiling. En er werden wel steeds nieuwe manieren geprobeerd om die grond vruchtbaar te houden. In de 19e eeuw werd bijvoorbeeld geprobeerd om eigenlijk die voedingsstoffen te verschepen. Dus een voorbeeld hiervan is guano, dat is een natuurlijk soort mest dat ontstaat als de ontlasting van vogels heel opgehoopt wordt. Je moet voorzien als voor de kustgebieden heb je kliffen en rotsen en daar zijn heel veel zeevogels die daar op poepen en dan krijg je hele grote lagen guano. Dat kan soms wel meters dik zijn. En de bevolking, dat is vooral in Zuid-Amerika, is het heel veel aanwezig. En de lokale bevolking die gebruikt dat al jarenlang als een soort van natuurlijke kunstmest. Maar toen de grond in Europa steeds armer werd, gingen de Europese machten en de Verenigde Staten ook trouwens dat allemaal verschepen van Zuid-Amerika naar, of van het mondiale zuiden naar het mondiale noorden. En op zich
zorgde dit nog niet echt voor een toename in stikstof, want we hadden nog dezelfde hoeveelheid stikstof, maar het zorgde er wel voor dat stikstof en dus die voedingsstoffen van het mondiale zuiden naar het mondiale noorden werden verscheept en dat daar dus ook een verstoring in kwam. Die winning van die guano ging trouwens ook echt gepaard met onderdrukking van de lokale bevolking, die dus geen toegang meer had tot die guano en ook met gebruik gemaakt van slavernij om die guano te winnen. Maar de toename van stikstof begon pas exponentieel toe te nemen in de 20e eeuw. Dat zie je ook als je kijkt naar een grafiekje van toename in stikstof na de Tweede Wereldoorlog en rond de Eerste Wereldoorlog en na de Tweede Wereldoorlog, zie je dat die echt zo exponentieel toeneemt. En dat kwam omdat er ook een link te maken is met oorlogsindustrieën, hoe die ingericht waren, dat die ook over werden gezet naar product voor de landbouw. Een voorbeeld is tijdens de Eerste Wereldoorlog werden veel fabrieken voor chemicaliën opgezet, voor chemische wapens, en die werden na de Eerste Wereldoorlog naadloos omgevormd tot fabrieken voor pesticiden die werden gebruikt in de landbouw. En na de Tweede Wereldoorlog had je heel veel fabrieken voor explosieven. En daar werd ook stikstofverbinding in gebruikt, nitraat. En die werden na de Tweede Wereldoorlog omgevormd naar fabrieken voor kunstmest. En daar heb je nu dus een enorme toename in stikstof, omdat die kunstmest nu op grote schaal geproduceerd en gebruikt wordt. Toen is in de 19e eeuw dat proces van die verscheping van die stikstof en de eerste stappen werden gezet in het produceren van kunstmest, schreven Karl Marx en Friedrich Engels, de grondleggers van het marxisme, ook over ontwikkelingen in de landbouw en de verstoring in de voedingscyclus veroorzaakt door het kapitalisme. Toen Marx aan het schrijven was in het Kapitaal, las hij werken van Justus von Liebig, een volgens mij Duitse chemicus, die als eerste schreef over de toepassingen van kunstmest en hoe het op korte termijn de productiviteit zou verhogen, maar op lange termijn de grond zou uitputten. En Marx werkte dit verder uit met het concept van een metabolische breuk in de stofwisseling tussen mens en natuur. En Marx zag de relatie tussen de mens en de natuur namelijk als een dialectische relatie, waarbij de mens niet zonder de natuur kan, omdat wat de natuur de mens geeft de bestaansvoorwaarden zijn voor menselijk leven, gewoon de dingen die wij gebruiken om in leven te blijven. En dit noemde hij dus een natuurlijke stofwisseling tussen mens en de natuur. Maar die natuurlijke stofwisseling was ook onderhevig aan de sociale stofwisseling en de sociale omstandigheden van die specifieke historische periode. Als je bijvoorbeeld kijkt naar jagers en verzamelaars, die hadden een hele andere relatie tot de natuur dan wij nu hebben. Als je zelfs kijkt naar feodale boeren, die hadden ook een hele andere relatie tot de natuur dan wij hebben. Die hadden een stukje grond waar ze een deel voor hunzelf produceren, een deel voor hun landheer die het dan weer op de lokale markt verkocht of zelf consumeren. En nu zijn we natuurlijk hebben een hele andere relatie tot de natuur. De mensen die in de stad leven en dat gewoon in de supermarkt komen en het voedsel komt ergens vandaan. En in het Kapitaal schreef Marx daarover en dan citeer ik: evenals in de stedelijke industrie wordt in de moderne landbouw de grotere productiviteit en de grotere mobiliteit van de arbeid verkregen ten koste van de vernietiging en verzieking van de arbeidskracht zelf. Iedere vooruitgang in de kapitalistische landbouw is niet alleen een vooruitgang in de kunst arbeiders te beroven, maar tevens in de kunst van roof op de grond. Iedere vooruitgang in het vergroten van de vruchtbaarheid van de grond voor een bepaalde periode is tevens een vooruitgang in het vernietigen van de blijvende bronnen van deze vruchtbaarheid. Naarmate het land zich voor zijn ontwikkeling meer baseert op de grootindustrie, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten, des te sneller werkt dit vernietigingsproces. De kapitalistische productie ontwikkelt de slechtste techniek en de combinatie van het maatschappelijke productieproces, terwijl ze tegelijkertijd de bron van alle rijkdom ondergraaft, de grond en de arbeider. En hier zie je dus dat Marx niet alleen sprak over de uitbuiting van arbeid, wat natuurlijk essentieel is in het kapitalisme, maar ook daarbij de natuurlijke bronnen zoals de grond meenam. Dus dit is een beetje de achtergrond van de hele stikstofcrisis en de ontwikkeling van de landbouw in een hele korte geschiedenis en de visie van Marx en Engels daarop. Hoeveel tijd heb ik nog? Tien minuten. Top. Dus dan wil ik nu eigenlijk meer inzoomen op de Nederlandse context en hoe het hier zover is gekomen. En hoe we nu in deze vervuilende landbouwindustrie hebben en de landbouwcrisis, denk ik dat je het zo kan noemen, hoe we daar zijn gekomen. En ik denk dat in de Nederlandse context dat we ongeveer moeten beginnen rond 1900. Want toen werd er begonnen met echt de schaalvergroting, de specialisatie en de mechanisatie van de landbouw. En belangrijke gewassen zoals graan werden toen vanaf toen geïmporteerd tegen een lage prijs. En de focus werd gelegd op een aantal bepaalde industrieën zoals zuivel, veehouderij en nu later in de 20e eeuw ook sierteelt. Dus decoratieve planten, bloembollen, tulpen, etc. Dus het werd niet meer voor zo'n lokale markt geproduceerd, maar het credo was om zoveel mogelijk te produceren, zodat er geëxporteerd kon worden, wat de economische positie van Nederland zou versterken.
En dit is ook dit blijft vanuit de Nederlandse overheid ook gesubsidieerd en vanuit de Europese Unie ook na de Tweede Wereldoorlog gestimuleerd. Je ziet ook dat de Nederlandse overheid nu landbouw als een van hun topsectoren beschouwt. Dus dat er heel erg gepusht wordt om zoveel mogelijk te produceren voor zo laag mogelijk prijs wat kan geëxporteerd worden. Dat is goed voor de handelsbalans, dat is goed voor de economie, bla bla bla. Jullie horen allemaal Rutte hoe hij dat praatje mooi verkoopt. Dus die trend van schaalvergroting en specialisatie zie je ook terug als je kijkt naar de concentratie van het kapitaal in de landbouwsector. Als je kijkt naar de cijfers, in 1950 waren er nog 410.000 boerenbedrijven. En in 2018 waren het er slechts 54.000. Dus een enorme afname. Je ziet dus dat die kleine boer steeds meer verdwijnt en dat die grote boerderijen alles overnemen. En met die mechanisatie zie je ook dat landarbeiders ook eigenlijk steeds minder. Ze zijn niet verdwenen, maar ze worden wel steeds minder. Als je kijkt van alle 176 arbeidskrachten in de landbouw, wat in 1980 nog 305.000 waren, zijn er nu nog maar 58.000 niet gezinsarbeidskrachten. Dus arbeidskrachten die niet bij jou in huis wonen, maar die je van elders haalt. Moet ik er nog een keer herhalen? Of is ja, graag. Okay. Dus van alle 176 arbeidskrachten die nu in de landbouw werken, zijn er 58.000 niet gezinsarbeidskrachten. Dus 58.000 kun je zeggen beschouwen als landarbeiders. En de 120.000 van de rest is gewoon van je eigen familie, zoon, partner, wat ik moet wel zeggen dat de sierteelt hier wel de uitzondering is. Je hebt natuurlijk heel veel seizoensarbeiders, ook migranten, die wel echt een positie als arbeider hebben in die landbouw. Maar die stem zien we in de boerenprotesten nog niet terug. Ja, dus specialisatie en schaalvergroting die zorgt ervoor dat we een hele irrationele manier hebben om aan ons voedsel te komen. Er wordt namelijk heel veel geëxporteerd en er wordt heel veel geïmporteerd. In 2018 was er 90 miljard euro export aan landbouwproducten en 61 miljard aan landbouwproducten werd geïmporteerd. En gisteren stond er toevallig in de metro een mooi stukje over en ik citeer niet vaker de metro, dus ik ga het hier even van nemen. Even kijken. Oké, we halen knoflook uit China, kers uit Egypte en komkommers uit Spanje, terwijl onze eigen producten grotendeels naar het buitenland worden geëxporteerd. Hoe zit het met onze voedselketen? Nederland doet het goed in de voedingsindustrie. We exporteren heel wat eten. Dat is economisch een voordeel, maar duurzaam is het niet direct. Ook verliezen we onze band met eten door steeds langer wordende voedselketen. We weten niet meer waar onze kippendij of een banaan vandaan komt, zegt Jorrit Kiewiet, directeur van Slow Food Youth Network. Zeker als je in de supermarkt koopt. Die lange keten wordt veroorzaakt door verschillende dingen. Gemiddeld 3/4 van de producten die door de Nederlandse boeren wordt geproduceerd, wordt geëxporteerd naar het buitenland. Culinair journalist Laura de Graaf vertelt dat de Nederlandse kokkel, een schelpdier dat in de Waddenzee wordt opgevist, voor 90% naar Zuid-Europese landen gaat. Meer dan 80% van alle vis uit de Noordzee wordt geëxporteerd, bracht het Nederlands visbureau naar buiten. Maar hier zie je dus ook dat producten die in Nederland prima verbouwd kunnen worden, en die ook hier eigenlijk gewonnen worden zoals vis, alsnog geëxporteerd worden naar het buitenland, waardoor de hele mondiale voedselketen weer met elkaar in verbinding staat. En als je bijvoorbeeld in de supermarkt een appel komt, vind ik het ook heel frustrerend dat je ziet dat die appel helemaal uit Nieuw-Zeeland komt. Letterlijk verder kan het bijna niet. Terwijl het in Nederland een appelboomgaard ook prima kan groeien. Nou, deze ontwikkelingen, dus dat heel exportgerichte landbouw, heeft ook zeker gevolgen voor de economische structuur van de Nederlandse landbouw. Ik had het net al even over dat die boerenbedrijven steeds groter worden en een kleine boer verdreven is, omdat er steeds minder landarbeiders op het land werken. En ja, die boerenbedrijven, dat zijn dus grote ondernemingen geworden. Rondom die boerenprotesten kwam ook weer de statistiek naar buiten dat 1 op de 5 miljonairs boer is. Dus dat zijn hele grote bedrijven. Dat kapitaal zit natuurlijk vooral in de grond, land, gebouwen, de machines en andere productiemiddelen. Dit betekent overigens niet dat boeren heel rijk zijn. Want ze hebben meestal betalen ze dit met geleend geld van de Rabobank, waar ze hele grote schulden hebben die ze af moeten lossen. Maar dat ze ook weer meer moeten produceren. En die overproductie, die exportgeleide productie die tot overproductie zorgt heel vaak, die is ook niet echt in het voordeel van de boeren. Want zij krijgen ook een steeds lagere prijs voor hun producten, terwijl ze steeds meer moeten produceren. En de bedrijven en de mensen die er wel van profiteren, zijn die grote miljardenbedrijven die eigenlijk tussen de boeren en de samenleving staan. En die dat allemaal verhandelen en die producten leveren die nodig zijn om die grootschalige landbouw mogelijk te maken, zoals financiers van landbouwmachines of veevoederbedrijven die ook weer veevoer vanuit Brazilië bijvoorbeeld halen om voor Nederlandse varkens, et cetera.
Dus ja, supermarkten, slachthuizen, zuivelbedrijven, machinefabrikanten, de Rabobank zei ik net al, veevoederbedrijven, die oefenen die druk uit op die boeren om zoveel mogelijk te produceren. En zij maken hier die winst op. En die boeren die blijven achter met een lage prijs voor hun producten. Dus die kleine boeren is verdwenen, maar ze staan nog wel steeds onder druk alsof ze een kleine boer zijn, denk ik. En Marx zijn dus eigenlijk kleine ondernemers. En Marx typering van kleine ondernemers als zijnde half arbeider en half kapitalist gaat denk ik dus ook op voor veel boeren in Nederland. Aan de ene kant worden ze dus door die grote bedrijven in de sector onder druk gezet en om zoveel mogelijk te produceren. En dat kun je zien misschien als een vorm van uitbuiting. Maar aan de andere kant zijn het ook ondernemers en willen ze niet dat hun winst in het geding komt en komen we zoals ze nu zien in een actie, in actie als een echte kapitalist tegen een regulering van hun sector. Nou, ik denk als ik kijk naar de huidige boerenprotesten dat die belangen die van die grote bedrijven die daartussen zitten of eigenlijk daarachter zitten, dat die vooral verdedigd werden in de boerenprotesten. Dit zie je ook als je kijkt naar welke krachten deze protesten hebben gefinancierd, vooral de groep Agractie, wat een hele gelikte website heeft en zo. Dat komt dus omdat veevoederbedrijven zoals De Heus en Four Farmers, die geven tienduizenden euro's uit om dit te financieren. En ook een producent van landbouwmachines, Triolit, steunen de protesten met tienduizenden euro's. Dus ik denk dat die boerenprotesten die er nu zijn niet, in ieder geval de eisen die er nu staan, zijn er niet om de kleine boer, voor zover die nog bestaat, te redden. Maar er moet gezien worden als ondernemers die eigenlijk voor het karretje gespannen worden van het groot bedrijf in de landbouw. Een actie komen tegen die regulering. Want die inkrimping van de veestapel, wat leidt tot minder stikstof. Ik denk dat heel veel boeren daar op zich wel achter staan, maar dat ze nu zo onder druk staan dat ze die keuze niet echt hebben, want ze moeten blijven produceren. Maar de bedrijven die er echt heel erg geschaad door worden, zijn die bedrijven die heel erg profiteren van die grootschalige landbouw. Als bijvoorbeeld de veestapel inkort, dan is er ook minder veevoer nodig. Dus dan zijn die grote bedrijven die daar veel aan verdienen, die worden dan vooral geschaad in hun winsten. Dus je ziet het ook terug in de eisen van die protest, zoals ik net zei. Het gaat over het terugdraaien van die eisen die Agractie stelt. Het gaat over het terugdraaien van de stikstofregel en om het imago van de boeren te verbeteren. Een beetje een vage eis is, maar oké. Ik denk dat we wel echt heel erg moeten oppassen om dit als links te gaan steunen. Want dan steunen ze eigenlijk die grote bedrijven die erachter zitten. En niet per se, dan bied je niet per se een oplossing voor die boeren die onder druk staan. En zou de eis van de boeren bijvoorbeeld gaan over meer hulp bij het omvormen van hun bedrijven naar duurzame landbouw. En minder macht voor de supermarkten, betere werkomstandigheden voor seizoensarbeiders. Dan denk ik dat we een goed aansluitingspunt zouden hebben. Maar ik denk dat we hier wel ook nog zeker over door moeten praten. En, want zoals je nu ziet, als we geen verhaal hebben, vallen ze heel makkelijk in de handen van extreemrechts. Die historisch ook in Nederland in ieder geval een basis onder boeren heeft gevonden. Want er is ook nog heel veel ruimte om de landbouw te verduurzamen. Een rapport van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties concludeerde dat als we nu de meest duurzame technieken gebruiken die nu al beschikbaar zijn, 18% van de uitstoot in de landbouwsector verminderd zou kunnen worden. En dat zijn maatregelen die nu genomen kunnen worden met technieken die nu beschikbaar zijn. En andere dingen waar we aan kunnen denken was het omvormen van vleesproductie naar meer plantaardige productie, wat minder uitstoot heeft en ook de voedselproductie of de voedselvoorziening beter herverdeelt. Het aanplanten van bossen die CO2 opnemen en boerderijen die grenzen aan natuurgebieden teruggeven aan de natuur. Meer stimuleren van kleinschalige en biologische landbouw, wat nu ook niet gebeurt als je kijkt naar wat er aan de rand van Amsterdam gebeurt met de boterbloem in de Lutkemeerpolder. Een biologische boerderij die moet wijken voor een uitbreiding van het bedrijfterrein van Schiphol, et cetera. Ik denk dat we dat meer moeten gaan stimuleren. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar hoeveel landbouwbedrijven biologisch zijn, dan is het pas een kleine 3%. En die zijn ook niet eens zo duurzaam zoals het zou kunnen. Hoe lang heb je nog? Ongeveer 5 minuten. Oh, oké. Okay. Kan ik heel rustig aan. We moeten dus een manier vinden om die boeren die bereid zijn om zich om te vormen tot meer duurzame landbouw aan te spreken met een verhaal. En ook met overgangseisen om dat te doen.
Er zijn ook groepen die zich daar al mee bezighouden in Nederland. Bijvoorbeeld Platform Aarde Boer Consument, Boerengroep Wageningen en Agro-Ecologische Federatie. Dat zijn groepen van boeren. Zijn misschien niet zo groot als de boeren die op Malieveld staan, maar het zijn wel boeren die al biologisch produceren of al een alternatieve vorm van landbouw hebben. En bereid zijn om dat linksverhaal mee te nemen in dit protest. En op deze manier denk ik dat we samen met de boeren een verhaal van klimaatrechtvaardigheid centraal kunnen stellen in de strijd om gezond, eerlijk en betaalbaar voedsel voor iedereen. Dit gebeurt echt allemaal niet vanzelf, maar moet collectief afgedwongen worden. Want wij hebben ook baat bij dat ons voedselvoorziening veilig blijft en duurzaam is en ook gezond blijft. Dit is eerlijker voor natuur, samenleving en de boer. Dankjewel.